Na een hele lange rit komen we aan bij het asiel van Paco en zijn zuster. Paco hebben we al ontmoet eerder deze week, omdat hij 3 hondjes was komen brengen. Hola, ¿qué tal? Hello. Heel wat mensen hadden ons verwittigd voor dit asiel, omdat de situatie blijkbaar heel schrijnend was. Toen we het asiel binnenkwamen, stond mijn hart en wellicht dat van Anne en Marie ook wel even stil. Heel veel honden kwamen spontaan op ons af, waren blij, waren enthousiast. Heel veel honden drongen zichzelf op om aandacht. Er waren honden die niet afkwamen of bang waren. En er waren honden die zelf niet meer opkeken en apathisch waren. De honden die neerlagen en niet eens meer de moeite kwamen doen om dag te komen zeggen. Ja, dat laat toch wel een diepe indruk na. Honden waarvan je ziet dat ze niet verzorgd zijn, die huidproblemen hebben, die zwanger zijn. Honden met schurft, heel magere honden. Ja, dat is gewoon hartverscheurend om daar de situatie te zien. Het is voor ons van zo'n grote impact geweest, vooral achteraf dan, om te beseffen van hoe kunnen we hier in godsnaam gaan helpen.